Welkom kijkers bij weer een uitzending van Sportclub TV. Een heugelijke dag vandaag voor Sportclub Genemuiden. Niet alleen de uitslag van 5 tegen 0 maar liefst doet ons natuurlijk lachen. Maar natuurlijk ook de 250ste wedstrijd van Arjan Kolk. En hij is dan ook bij ons hier bij de nabeschouwing van deze wedstrijd tegen Capelle. Ja, en natuurlijk ook Martijn Jansen. Want Martijn, belofte maar schoot. Dat was de belofte van vorige week. 3 keer scoren en je bent weer voor de camera. 3 keer in deze wedstrijd. Dat moet genieten geweest zijn. Ja, dat is zeker zo. Misschien moet je maar vaker... Zulke afspraken maken. Hè? Wie weet volgt er dan nog wel meer. Nee, maar dit was echt, was echt mooi. Ik kan er verder weinig van maken. Ja, natuurlijk is dat mooi, maar de eerste helft zag het er toch echt niet uit dat Genemuiden naar deze voetbalshow uit zou lopen in de tweede helft. Nee, lastige, lange mensen hadden we een aantal keer moeite mee. En verdedigend konden we ze een tijdje gewoon niet moeilijk maken. Maar die bal van Robman dan, die breekt het open, denk ik. Het fenomeen waar we het vorige week over hadden. Blijkt weer. Hè? Dat is dan heel belangrijk. En dan komen we op een 1-0 voorsprong. En dan jouw doelpunt, de eerste van vanmiddag, die is dan in de 3-48ste minuut, derde minuut van de blessuretijd. Ja, dat leek mij een houdbare bal voor de doelman. Maar dan maak je in de tweede helft maak je een doelpunt. Welke was nou mooier? Deze of die in Capelle? Weet ik niet. Dat kan ik echt, die bij Capelle was met rechts. Dus ik vond deze ook wel mooi. Nou, dan het publiek langs de kant, dat geniet ook. Terwijl er nu heel veel mensen gaan lachen. Zelfs Arjan Kolk lacht. Nou, dan halen we Arjan Kolk natuurlijk ook even bij. Nou, er staan heel veel mensen nu helemaal lollig te doen. Ja, 5 tegen 0 is natuurlijk ook grandioos, deze overwinning. Halen we ook even Arjan Kolk erbij. 250 wedstrijden in Sportclub 1. Werd vanmiddag gehuldigd ten opzichte van heel veel publiek. En ook ten opzichte van zijn familie. En dat is toch een familie die hem behoorlijk dierbaar is natuurlijk. Maar Arjan Kolk, sta je in die achterhoede vanmiddag. En... dan staat er toch iemand anders naast je die er normaal niet staat. Zo heb je 5 centrale verdedigers en zo heb je er nog 1 over. Of ben je eigenlijk wel een centrale verdediger? Nou, ik ben een gemaakte centrale verdediger, denk ik. En dit jaar gaat gewoon fantastisch. Hier die man, die woont er ook allemaal bij. Maar het gaat prima zo. Nou, dan sta je tegenover zo'n Richard. En dan heb ik gezegd van, zet ik Kolk en Boes op elkaar. Dan zijn ze nog een kop kleiner dan Richard. Maar hij had niks te vertellen. In de tweede helft kwam hij dan ook niet terug. Is dat de verdienste van jullie? Nou, ik vond het eigenlijk een onbegrijpelijke keuze van hun trainer dat ze Richard eruit halen. Want dat is toch een kracht dat ze die lange man inspelen en daardoor doorbewegen. Want hij heeft toch de eerste helft een goede kopkans gehad. En dat was, toen was ik gewoon te laat. Dan ben je te laat. Maar uiteindelijk dan toch die 5-0 overwinning, je 250ste wedstrijd voor Sportclub Genemuiden. Nou, natuurlijk grandioze stad. De tweede helft, was je niet opzichtig op zoek naar een doelpuntje? Nee. Totaal niet. Een keer ging je echt hier helemaal buiten om, terwijl je hem terug hebben. Ik zag het wel. Nou, mij leek het ook. Maar oké, dat maakt niet uit. Ik sta hier langs twee lachende mensen van de Sportclub Genemuiden. Nou, of dat over 2 weken weer zo zal zijn, want dan zijn we weer thuis tegen de GVVV. Eerst spelen we nog uit tegen VV Katwijk. Dat zal volgende week zijn in Katwijk. En dan moeten vele supporters van Genemuiden, die moeten toch weer aanwezig zijn daar in Katwijk. Want Martijn Jansen die zegt, ik weet de uitslagen nog niet, maar ik weet de uitslagen wel. Genemuiden kan gewoon weer naar boven kijken. Ja, wat is gewoon voor Sportclub Genemuiden? Genemuiden vanmiddag een voetbalshow in de tweede helft met name tegen de VV Capelle. Het werd maar liefst 5-0. Had ook 7-8-0 kunnen zijn. Dat gebeurt dan helaas voor Sportclub niet. Volgende week gaan we naar Katwijk. En dan spelen we ook nog, voor we weer thuis zijn, uit bij Alcides. Dat is voor de beker. Maar dat is voor latere zorg. Genemuiden heeft een heel goed middag. Ik sta hier langs naast 2 lachende mannen. Ja, en 250 wedstrijden. Ik heb gehoord dat iedereen die hem feliciteert kan de consumptie afhalen van hem in de kantine. Dus tot luisteraars of kijkers. Ik zou zeggen tot volgende week. En dan spelen we thuis, over 2 weken thuis, tegen de GVVV.